gaat het weer een beetje, Sint? Ja, een beetje zeeziek. Het zal de leeftijd zijn, denk ik. Maar wel fijn dat u kon komen, Sinterklaas. Want we zitten natuurlijk met een groot probleem. Ja, ik snap dat een gewone intocht niet mogelijk is. Maar hoe krijg ik nu de cadeautjes en de pepernoten verdeeld onder de lieve kindertjes in uw mooie stad? Ja, ik zat te denken aan een geheime intocht. Op een geheime locatie. Op een geheim moment. Opgelost. Dankjewel. Oh ja. Burgemeester. Ik heb nog een ander probleem. Ik kan te weinig pieten meenemen op mijn boot. Dus nu weet ik helemaal niet op welke manier ik al die cadeautjes in uw stad kan verdelen. Sinterklaas is onderbemand of onderbepiet, zoals u wilt. Ja, misschien kunnen we dan strootjes trekken en welk kind wel een cadeau krijgt en welk kind niet. Nee, burgemeester, dat kan echt niet. Nee, dat snap ik eigenlijk ook wel. Dat was een grapje. Maar ik ken een mannetje. En een mannetje die regelt wel eens vaker dingen voor mij. Ik zal dat mannetje wel eens bellen. En dan weet ik zeker dat ons probleem wordt opgelost. Dank u. Dat zou fijn zijn. Zie je wel, in het echt valt de burgemeester reuze mee. Dag, thuisblijf Piet. Kun jij mij horen? Sí, Sinterklaas, le escucho. Vamos a pasar el día en el museo, estamos a punto de entrar. Ah, ik ben op zoek naar een cadeau voor de burgemeester van Sint-Hertogenbosch, van Den Bosch. Claro. Una paella. Unas castañuelas. No, mejor. Un chorizo. Nee, nee, nee. Ik zoek iets mooiers. Iets wat meer indruk maakt. Iets van kunst wellicht. Een landschapje. Paisaje, por supuesto. ¿Y para quién dice que es el regalo? Voor de burgemeester van Den Bosch. Ah, del Bosco. Muy bien. Algo del Bosco. ¿Y para quién dice que es el regalo? Sinterklaas, we hebben een heel groot probleem. Thuis blijf, Piet. Ik moet ophangen. Jij regelt het, hè? Claro, claro. Yo me ocupo. Goed. Wat is het probleem, hoofdpiet? We hebben echt veel te weinig pieten. Onvoorziene kosten. Maal 1,5 meter. Nou, meneer de burgemeester. Voor dit luttele bedrag ga ik dus alles voor u fixen. Die cadeautjes op tijd aangeleverd en op de juiste plaats. Alle pepernoten, alles wordt geregeld. Alles, alles, tutti, alles. Kijkt u eens. Nee, dit kan echt niet. De helft dan? Deal. Maar je laat me niet in de steek, hè? Want het is wel een kinderfeest en ik wil gewoon dat het piekfijn geregeld is. Meneer de burgemeester, u kent me toch? Ja, daarom juist. Nee, 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 nee. Ik ben een man van mijn woord. Lekker dan. Hey, dus
Ik heb een flinke klus voor de burgemeester. Ronald zit er warmpjes bij deze winter. Hoezo? Wat ga je doen voor de burgemeester? Hij mondje dicht, Theo, maar Sinterklaas heeft zijn zaakjes niet helemaal op orde. Sst. Ga ik doen. Groot nieuws, want het Sinterklaasfeest staat op losse schroeven. Wat blijkt, Sinterklaas heeft zijn zaak niet op orde. Er dreigt een pietentekort en daarmee dreigt pakjesavond niet door te gaan. Hoe moet dit nu verder? Heb ik dit goed geregeld? Of heb ik dit goed geregeld? Maar jongens, dat kan toch niet?